even een klein stukje verteld over de Koningslinde. We gaan ongeveer een jaar terug, toen meende de gemeente de inhuldiging van de koning ons een Koningslinde te doen toekomen. Die hebben we in dank aanvaard. Alleen waar zet je zo'n ding neer in zo'n bouwput als Delersvaart, omdat dat nog meer was dan nu. Dus we hebben gezegd van wij aanvaarden met dank en we zien over een jaar wel ongeveer waar we hem kunnen planten en waar we neer kunnen zetten. Ja? Zo wouden eerst nog vanaf de gemeente achtzetten naar neer in de hoek van de Langewijk en de Schuttervaart, dat weet je wel. Dat is wel een mooie plek, mooi groot. Dus dan vonden wij gestuurd ergens geen plek. Dus we hebben neergezet op de, laat neerzetten op de Jude van Marrelaan en de staat. Daar heeft hij bijna een jaar gestaan. Ja? En zijn op zoek gegaan naar een plek in het centrum van Delersvaart. Nou ja, wat is het mooie als je op een gegeven moment weet dat hier, zeg maar zeggen, horeca gelegenheid komt met een groot terras. Ja? Of hier geplaatst kan worden. Dat hebben we besproken met onder andere met Albert en met Robert. En ook met Gerard en Johan samen met name Gerard. Ja, en geen van die had daar een probleem mee, die vond dat echt wel een goed idee. Te meer omdat hier twee bomen stonden en er moest nog een derde bij, heb ik begrepen. Dus wat was de woord om de boom daar neer te zetten? Hartstikke mooi hoor.